Dan is het nu tijd voor de speciale gast van vanavond, Geert Chatroux. Zoals ik net al zei, hij is 3 keer al wereldkampioen kunstfluiten geweest. En we zijn heel erg blij dat hij vanavond speciaal vanuit Tilburg hier aan Moerslag is afgereisd om zijn... Hans. Even aanzitten, wacht even. Wat ben je aan het doen, Hans? Hans! Hè? Nou, Toos. Dat roos is niet Toos en Henk. Dank je wel. Ja, kunt het hebben. Geert die heeft me vanmiddag gebeld. Die was nog onderweg en die kreeg me ook nog een platte tube onderweg. En zijn lidmaatschap was van de ANWW was net beëindigd, dus ik moest het nog allemaal zelf doen. Dus hij twijfelde eraan of hij op tijd was. Dus hij vroeg mij om als stand-in te fungeren vanavond. Ja, voor mij een fluitje van een cent. Ja, Hans, stop daar maar mee. Stop daar maar mee. Geert is er gewoon, hoor. Echt waar? Sterker nog, hij gaat het volgende nummer, La Fête de la Belle van Paul Zon, samen met de fanfare voor u spelen. Dames en heren, Geert Chatroux. Thank you.
Ja, Geert, ik vind het ongelooflijk. Hoe doe je dat? Heb jij soms ergens een nachtegaaltje verstopt? Ja, de mensen willen natuurlijk wel zeker weten dat het echt is, want ja, die betalen ook entree en zo. Dus zou ik je even kunnen fouilleren anders? Graag. Dat zou jij wel leuk vinden. Laten we maar gewoon verder gaan met het programma. Geert, bedankt voor het mooie optreden. Geert komt natuurlijk straks ook nog een paar keer terug om